In onze provincie leven veel mensen van een minimuminkomen. 1 op de 3 Groningers heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. In het Kom Minder geven Groningers allerlei handige tips over leven met weinig geld. Hoe houd je je financiën op orde? Hoe zorg je dat je kinderen leuke dingen kunnen blijven doen? En wat kun je doen als je geen werk hebt? In 6 afleveringen krijgt u antwoord op al deze vragen. Vandaag gaat het Kom Minder over administratie. Een saai klusje, maar wel heel belangrijk als je je geldzaken goed op orde wilt houden. Thea krijgt les in geldzaken en blijkt een hele goede leerling. En Frank doet mee. De familie De Vries uit Groningen krijgt hulp bij de administratie van een vrijwilliger van Orde in de Paperassen. En Alina gaat op pad met Service Team Eemsmond. Dat team helpt Minima met het aanvragen van allerlei gemeentelijke voorzieningen. Maar eerst, zoals iedere week, Henk en Hanny uit Haagstee. Ha! Nou, ik heb het goed voor elkaar, dan zeg ik het zelf. En wat heb je nou zo goed voor elkaar? Jij altijd met bezuinigings. Bezuinigen hier, bezuinigen daar. Hier een dubbeltje eraf, daar een dubbeltje eraf. Ja. Nou, ik ben meer van de grote lijn. En dit is het echte werk, Hanny, echt waar. En wat heb je daar dan voor geweldigs? Dit is een kwijtscheldingsformulier van gemeentelijke belastings. Oh. Dit gaan wij hem invullen en deze jongen die bespaart 100 euro's. Ja, maar dat is niet alles, want hier staat u dient mee te sturen. Een kopie van uw loonstrookje. Loonstrookje, loonstrookje. Wacht even hoor. Hanny, ik heb hem gezien, Ja, nou kijk, dat is hem. Hier, loonstrookje, klaar. Nee, wacht even, Henk. Verder, u dient tevens mee te sturen uw huurcontract. Huurcontract, wacht even, ja? Ja? Nee, gaan we door, Ik weet het, ik heb hem bijna. En ziektekostenoverzicht. Ziektekostenoverzicht. Ja, en overzicht. Verstrekte huurtoeslag. En uitkeringsoverzicht. Oh, nee toch. En zorgtoeslag en eventueel deel 1 en 2 van onze auto. En 2? Kentekenbewijs. En heffingstekorten. Rijksbelastingendienst bewijzen van schulden en spaartegoeden. Ja, maar ze kunnen me nog helemaal gek maken hier zoot. Ja, nou ja. Als jij die administratie een beetje op orde had, dan waren we zo klaar. Kwijtschelding, kwijtschelding. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gemeente bellen, dan zal ik hun de huid eens even kwijtschelden. Ik ben met mensen wel helemaal gek maken hier. Ik ga nu naar Thea Groen. Die doet bij Stichting Mee de cursus Mijn Geldzaken Goed Geregeld. Dus ik ben wel eens benieuwd hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgt. Hey, hallo. Thea, hè? Ik ben Frank. Hi. Juist als je weinig geld hebt, is het goed om je administratie op orde te hebben. Om dat te leren volgt Thea de cursus Mijn Geldzaken Goed Geregeld. Bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Zo. Dus dit is de map die bij de cursus hoort? Ja. Mag ik hem open doen? Ja hoor. Ja. Dus mijn geldzaken goed geregeld. Dus dit heb je allemaal gekregen en daar zitten al je lessen in. Ja. En heb je die er ook bij gekregen? Die hebben we dus ook zo bij gekregen. Handig. Waarom ben je die cursus eigenlijk gaan doen, Thea? Om mijn eigen administratie goed in orde te zetten. Ja, je had ze nooit zo goed op de regel. Nee. En je hebt dus nu 1 les gehad van die cursus. En wat hebben jullie daar geleerd? Postorderen en... wat maandelijks allemaal eraf gaat, het inkomsten en uitgaven. Postordenen, wat moet je dan doen? Stel dat vrijdag dan de brievenbus post in ligt en dan moet ik dat sorteren. Bijvoorbeeld wat belangrijk post, reclamepost, ja. Persoonlijke post. Ja, post waar het over geld gaat natuurlijk. Ja. Want reclamepost, die kan wel natuurlijk wel meteen... Werk in de container. Precies. Dit is een stapel post van de laatste dagen zeker, hè? Hoe ga je hier nou mee aan de slag? Ja. Dit zijn de belangrijke posten, de rekeningen, persoonlijke post. Ja, dat is voor een griepprik of zoiets, vaccinatie. Ja. Ja. En dit zijn reclameposten. Ja, daar hebben we niks aan, die doorzijden. Ja. Nou, en dan hebben we, dat zijn de gevaarlijke dingen, dat is de rekeningen. En heb je een map gemaakt? Heb ik in een map. Aangelegd, ja. Oh, het goed zit, heb je allemaal van die tapjes. En dan achter elk tapje zit weer wat. Dit is de bank, ja. Dit is voor de zorgtoeslag. Ja. Dus minstens. Oh, wat goed zeg. Een van de dingen die Thea bij haar eerste les heeft geleerd... is een overzicht maken van haar inkomsten en uitgaven. Zeg, dan heb je na je eerste les ook nog huiswerk meteen meegekregen. Ja. En dat heb je ook al gedaan, hè? Ja. Of tenminste, je bent ermee bezig. Voor de helft. Nou, staat hier allemaal in? Met hypotheek, gas,
Elektra, water, ziektekosten. Oh, dus de ene kant staan eigenlijk alle uitgaven, wat je allemaal moet betalen. Ja, en aan de andere kant staat allemaal wat ik allemaal, wat er binnenkomt. Wat er binnenkomt, ja. En dan is hopelijk eindigt het dan, dat er wat overblijft, zal ik maar zeggen. Ja. Deze bedragen moet je allemaal invullen, maar dat moet je natuurlijk wel even goed uitzoeken. Hoe kom je daar nou achter wat precies het bedrag is? Dat staat op onze bankafschriften. Oh ja. Dat staat hier al, dat zoeken we hier allemaal uit. Goed zeg. En, ja. En dan vullen we het daarbij in. Ah, en kun je alles bij de bankafschrift vinden? Ja, natuurlijk. Ja. Want alles moet je betalen. Goh, en dan naar één les. Dan heb je al heel meteen een goed overzicht, hè? Ja. Frank mag mee naar de tweede les van de cursus Mijn geldzaken goed geregeld. De meecursisten krijgen vandaag als eerste oefening kijken of ze weten wat alles kost. Best lastig, want een aantal deelnemers woont door hun beperking nog thuis en doet dus niet vaak de boodschappen. Thea wel. Zij onderhoudt een gezin en weet aardig wat alles kost. Jullie hebben allemaal het lijstje voor je liggen. Hè? Er staan een heel aantal dingen op. Hè? Een dvd'tje huren, kilo aardappels kopen bijvoorbeeld. Jullie moeten bedenken wat dat zou kosten. Je staat ervan versteld hoe weinig je dan eigenlijk uit je hoofd weet. Want je moet dan nou een dvd huren, dat doen mijn kinderen wel eens. Dan weet ik nog ongeveer maar een pak houdbare melk. Ik gooi elke keer zo'n 1,5 liter pak verse melk in mijn kaartje, maar een pak houdbare melk, dat is best moeilijk. Ik moet heel eerlijk bekennen, als ik het op had moeten schrijven uit mijn hoofd, dan had ik het ook niet allemaal geweten. Ah, oh, nee, dat is afgelopen. Ja, dat is heel handig. Ja, hartstikke goed. Sportlidmaatschap, ik ben lid van een voetbalvereniging, maar ik weet niet, ik weet stom genoeg niet eens hoeveel ik betaal. Joh. Hebben we een computer? Dan gaan we even googlen. We gaan eens even zien wat de dingen allemaal kosten. Hè? DVD'tje huren. Robert. Wat dacht je ongeveer? Ongeveer 2,99. Oké. Okay. We hebben een gemiddelde prijs van 3,50. Hè? Ja? Zat je goed, Frank? Ja, die wist ik dan alweer. Oké. Okay. Kilo aardappelen. Hans. Nou, 10 euro of zoiets. 10 euro. Nee. Oeh, ik heb 2 euro. We hebben 1,49. Sportlidmaatschap. Mijn kinderen hebben sport en die hebben voetbal. Ja. Dat is 3 euro in de maand. 3 euro per maand. Ja. Okay. Oh, dat is goedkoop. En Frank, ja. Jij ging voetballen, dus maar dat... Ik weet het dus echt niet, maar nee. Volgens mij is het inderdaad iets van 45 of 50 euro in het kwartaal of zo. Oké. Okay. Dat is wel iets duurder dan jullie. Ook toch bij HS88 gaan voetballen inderdaad. Ja. Dat is goedkoper. 40 euro. 40 euro elke maand voor je mobiel? Ja, zoiets. Dan is het tijd om het huiswerk na te kijken. Elke cursist heeft een maandoverzicht gemaakt met alle inkomsten en uitgaven op een rijtje. Thea doet het goed. Ja, is keurig en gevuld. Ja. Maar wat leer je hier nou van? Iedereen moet zijn bonnetjes meenemen en zijn giroafschriften en zo. Waar is dat nou goed voor? Nou, het maandoverzicht wat je net hebt gehoord. Hè? Ja. Dat mensen vertellen of eigenlijk op hebben geschreven wat ze iedere maand uitgeven. Dat is eigenlijk om bewust te zijn van wat verdien ik. Hè? Welk salaris krijg ik iedere maand? Maar welke dingen moet ik allemaal betalen? Ja. En vaak... Denk je niet altijd aan dat er heel veel kleine dingetjes ook zijn. Dat kan mobiele telefoon, autoverzekering. Nou, Thea heeft bijvoorbeeld een gezin. Dus die komt met hele andere dingen weer in aanraking dan Robert die bijvoorbeeld thuis woont. En misschien alleen zijn zakgeld te besteden heeft. Ja, precies. Het is wel heel erg leuk om te zien hoe dan zo'n lijstje wordt gemaakt. Van wat er allemaal binnenkomt en wat er allemaal uitgaat. Dat is echt, dat maakt heel veel duidelijk. Er zijn allerlei soorten cursussen over geldzaken en administratie. Kijk op onze website voor tips. Daar vindt u ook ons forum, waarop u zelf tips en opmerkingen kwijt kunt. Gewoon kei. Interessant. Hallo. Met Willem Bakker, MJD. Ik kom eraan. Willem Bakker uit Groningen is vrijwilliger bij het maatschappelijk werk. Vanuit het project Orde in de Paparazzen helpt hij ouderen bij hun administratie. Vandaag bezoekt hij het echtpaar De Vries. Mevrouw De Vries is gehandicapt en beide zijn slechtziend. Dat maakt het lastig om het papierwerk op orde te hebben.
Willem Bakker begint altijd met het doornemen van de post. Er komt vaak post van Visio, een organisatie voor blinden en slechtzienden. Dit is post die wat in deze dorp binnenkomen is. Heer De Vries, van Mensis en van Visio. Hoe gaat het met Visio? Komen er wel eens mensen van Visio bij je thuis? Helemaal niet. Ik heb nog hard aan dat ding geweest. Laserloop. Juist. Niks. Ze stuurt je alleen maar posttouw en... Ja, en verder niks. Ja, en bouwen. Ja. Maar die nijsbrief van Visio. Ze wil al hem dat zij in die proorgroep komt. Juist. Maar daar heeft ze geen belang bij. Moet we deze opbewoorden, die nijsbrief? Ja, maar... Ja? Ja, maar. Want je weet nooit wat gaat. Nee, oké. Nou, dan bang we dat op. Essent, dat bewoorden we ook. Dat doen we ook in de ordner. Dat we altijd een beetje overzicht hebben van nou wat. De heer De Vries heeft alles bierkannen. Maar ik kom ook wel bij andere mensen. Nou, dan is het. Dat is een chaos. Nou, kijk door maar eventjes door in die bureauloor, zeggen ze. Kijk door maar even. Nou, kijk ik doorin. Nou. Ik kreeg me hierop, maar ik val ik haast achterover van wat ligt er wel net allemaal in. En van nou, red die door maar mis. Pas is op zo'n moeilijk te en lezen. En ik kan alles niet zo lezen zoals ik wil. Nee. En ik moet alles lezen zonnebril, ik kan niet lezen met bril. Ouderen die moeite hebben met hun administratie kunnen worden aangemeld bij het project Orde in de Paperassen. De vrijwilligers helpen bij de post, maar ook bij lastige formulieren. Ik ben toen nog lees bio-west. En toen moest namelijk formulieren moesten dan invuld worden. Ja. En moest het formulier bijzucht van, hou eens dat afloop. Toen kreeg je antwoord op een antwoord op. Nee, maar toen ik dat doorheen bracht, was er alles een antwoord op. Ik heb nog geen antwoord erop gekregen. Heb je dat er gewoon zo heen gebracht en hem zo verder dan hij nog kreeg? Ja, alles was goed. Alles was goed. Het heeft dan wel tijd kost hier zo toon, hè? Om alle bierkranten te zijn. Och, nou ik heb al het nummer van 16 formulieren. Zo. En allemaal in grote envelop. Ja. En dat is allemaal binnengebracht en ze hebben nagekeken. En toen was het goed. Dat was goed. Dus die hoorde vanzelf al bericht. Dus die aanvraag voor die bijzondere bijstand, die is dan naar de gemeente Grunten gewoon. Ja. Nou is de wachting op van wat de gemeente Grunten dus beslissen. Als deze mensen nou geen hulp hadden, wat kunnen misgaan? Nou, wat kunnen er misgaan? Ik denk dat het administratief dan nog chaotischer wordt. Want die kom ik hier wel eens binnen en ik zeg wel aan mevrouw De Vries, nou, daar staat je gezicht wat op steun. Ik zeg, wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Ja, ik zeg, richter. Ik zeg, nou, eerst even rustig wezen. Ik zeg, vertel me eens even, wat is hier nou aan de hand? Nou, en dan komt het af, komt wel uit de maal. Ach, en dan lossen we altijd wel weer op met ons draaien, hè? Jawel, hè. Ook mevrouw Heuker krijgt hulp van iemand van Orde in de Paperassen. Eduard Giezen neemt eens per maand de post met haar door. Sinds haar man is overleden en ze meer zorg nodig heeft, is de administratie mevrouw Heuker te veel geworden. Dat kan ik niet meer aan. Dat heb ik nooit gedaan, want die man die deed daar altijd. Dus ik stond er helemaal vreemd tegenover, hoor. Veel ouderen begrijpen dus alle post niet meer die ze binnenkrijgen. Ik noem als voorbeeld CZ, indicatie, zorg, CAK, soms zorgkantoor. Nou, er kunnen soms hele ingewikkelde brieven en die begrijpt men niet. En wij geven tekst en uitleg, maar vooral ook, we gaan ordenen. Hij zoekt alles uit, de post en zo, daar regelt hij. En alle andere papieren, als ik vragen heb, dat zoekt hij voor mij uit. Ja, hij regelt alles een beetje, hoor. Dat hebben we vorige keer volgens mij geregeld, hè? Dat u gewoon weer... telefoon, hè? Ja, dat u gewoon weer terug gaat naar de KPN. Ja. Is ook geregeld. De hypotheek is nu ook geregeld. Ja, u heeft nu weer een vaste rente, vaste periode van 3 jaar gekregen. 5, 6, 5 en... Yes. Het bellen van instanties hoort ook bij de taken van de vrijwilliger. Maar dan moeten ze wel opnemen.
verbinding wordt verbroken. Zoveel wachten voor u, dus dat werd geadviseerd om straks terug te bellen. Nou, stel dat. Oh. Nou, okay. Doen we dat dan. Ja, ze zit niet om ons te wachten. Nee. Ik denk zo vaak voordat je man kwam. He, wanneer is er weer weggekomen, dan ben ik niet rustig. Nou ja, die moet er wel even kijken. Hè. Dat zeg ik ook altijd hoor. Nou, mooi ja, dat je er weer aankomt. Ja, zo hè. Naast het maatschappelijk werk zijn er meer instanties die helpen bij de administratie. Een aantal daarvan staat op onze website. Kijken, hè? Vandaag ga ik op stap met Millek en Ingrid. Samen met 4 andere collega's vormen zij Service Team Eemsmond. Het service team van de gemeente Eemsmond helpt bij een ander lastig onderdeel van de administratie, het invullen van aanvragen voor gemeentelijke regelingen. Er zijn allerlei regelingen waardoor minima geld terug kunnen krijgen en het team weet precies welke. Wat doet jullie team? Wij werken voor de gemeente Eemsmond en wij leggen een huisbezoeker af en dan gaan we aan de hand van de vragenlijst proberen te ontdekken eigenlijk waar mensen voor in aanmerking komen qua regelingen en voorzieningen. Mensen hebben ook wel stroom om naar de gemeente te gaan bijvoorbeeld, om echt die stap te zetten ook. Ja. Of ze zijn niet op de hoogte, niet op de hoogte gebracht, dat kan ook. Of mensen weten gewoon heel veel bepaalde regelingen niet. En waar gaan we dan naartoe? We gaan naar meneer Wiltje. Hartstikke goed, lopen die kant op. Hoi. Goedemiddag meneer Wiltje. Jongelui. Service Team Eemsmond. Met een gast. Met een gast. We mag ik meekomen? Ja, en wat voor hooi. Meneer Wiltshire heeft een AOW en vraagt zich af waar hij recht op heeft. Dus heeft hij het team uitgenodigd. Meneer Wiltshire, we zitten hier nou bij het service team. Maar hou bij Robicom. Ja, daar is een verhaal op aan, hè? Ja. Vertel dat naar paar de verhaal is. Door middel van een boekje, hè? Ja. Dit is een folder van de gemeente Eemsmond. Krap bij kas, ja. Wijzer. Er is meer mogelijk dan u denkt. Ja, ik denk, dat moet ik er ook maar achteraan. Nou, we zijn hier nu. En Melk, wat gaan we nu doen? Wij gaan nu met meneer Wiltje doornemen zijn persoonlijke gegevens. En dan gaan we kijken wat voor regelingen en voorzieningen toepasselijk zijn bij hem. En dan gaan we dat aanvragen. Melk legt meneer Wiltje uit welke gemeentelijke regelingen er zijn en vraagt of er nog iets is waarvoor hij een aanvraag zou willen indienen. Dit heb je hier nou liggen van Intveen Optiek. Ja. En wat moet er met gebeuren? Dit moet ook eigenlijk nog een maandje duwen en ik kan het niet meer bedoelen. Oh, dat is te duur. Ja. Dat is een nieuwe bril. Ja. Maar die heb je al kocht. Ja. En dan wil je geen het geld voor terug. Is dat mogelijk, ja. Melk? We gaan het gewoon aanvragen. En dan mogelijke wijze heeft u wel recht op. Maar dat beslist de gemeente Eemsmond. Dus hoort hij wel van hun wanneer en hoe. Of dat wel vergoed wordt of niet. Is het dan de bedoeling dat jullie dat helemaal gaan invullen? Of dat meneer Wiltje dat gaat doen? We gaan zo kijken. Als hij moeite heeft met formulieren invullen, dan vullen we dat samen in. Of helemaal. Nemen we mee en maken we een kopie daarvan. Hij krijgt de kopieën en wij leveren de originele aan de gemeente. Als de aanvraag van meneer Wiltje is ingevuld, gaat het team op weg naar de volgende cliënt, meneer Gogowatse. Ja, hallo. Goedemiddag. Een overval. Gemeentelijke regelingen en aanvraagformulieren zijn vaak ingewikkeld, helemaal als je de taal niet goed spreekt. We zijn hier nu op bezoek bij Kaga Gogowatse, zeg ik dat goed? Gogowatse. Gogowatse. Ja. Ja, u komt oorspronkelijk uit Georgië. En 14 jaar geleden bent u met uw gezin hier in Nederland gekomen, in Noord-Nederland. En na heel veel omschrijving bent u uiteindelijk hier in Uskurt beland. En bevalt het goed in Uskurt? Ja, hartstikke goed. Rustig dorpje. Ja, en in Georgië was u profvoetballer. Geweest. Dus dat is wel een enorme verandering, hè, om dan hier terecht te komen. Jawel, ja. Jawel. U heeft 4 kinderen? Ja, die oudste woont er nu met vriendin samen. Ja. En we hebben 3 kleinkinderen in huis. Georgie 17, David 12 en Nikki 11. Het serviceteam heeft al een keer geholpen bij het aanvragen van een tegemoetkoming in de kosten voor het sporten van de kinderen. Nou,
Nou, daar hebben we een van de vier kinderen. Hoi. Ik ben Alina. Nicky. Leuk, joh. En van welke regeling heb jij nou gebruik gemaakt voor Nicky? Voor Nicky, ik heb gemaakt sportbudget. Die gaat om voetbal, gaat om contributiekosten. En tweede plaats, dat ook gaat om zwemabonnement ook. Naast een budget om te kunnen sporten, is er nog een regeling gericht op kinderen. Het naschoolbudget is dus een budget voor kinderen die voor het eerst naar het middelbaar en voortgezet onderwijs gaan. Daar kan een fiets uitbetaald worden, een bureau bijvoorbeeld, of sportkleding en leermiddelen. Die zijn ook altijd nodig. En dat is een eenmalig bedrag, een maximaal €300. Ik kan het voor u aanvragen, ik heb een formulier bij me. Dus dan kunnen we uw gegevens invullen, wat nodig is hiervoor. En dan aanvraag indienen. Mooi. Onze dag met het team zit er weer op. Wilt u nou ook weten waar u recht op heeft? Belt u dan eens met uw gemeente. Of kijk anders op onze site voor handige tips. Tjapko, jong. Ik heb nou echt goed voor elkaar, jong. Administratie is helemaal tip-top in orde. Ik heb alles in mappen gedaan. Ik heb van die mappen gekocht. En daar zit alles nou in. En dan heb ik van die mooie tabbladen, weet je wel. En voor elk onderwerp maar een paar tabblads. En dan al onze papieren heb ik mooie gaatjes in geperforeerd. Ik heb gewoon een lamme arm, Tjapko, echt waar, van perforeren. Maar het valt allemaal mee. Het is helemaal niet moeilijk. En nou heb ik de administratie tip-top in orde. Dat hebben we toch maar even goed gedaan, vrouw. Ik zou bijna zeggen, kom winnen. Nog even alles op een rij. U kunt, net als Thea Groen, les krijgen in het bijhouden van uw administratie bij de stichting MEE. Bent u al iets ouder en wilt u thuis hulp bij het ordenen van uw papierwerk, dan kunnen vrijwilligers van Orde in de Paperassen komen helpen. En het serviceteam Eemsmond helpt Minima met het aanvragen van allerlei regelingen waardoor Minima geld terug kunnen krijgen. Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Kijk dan op onze website. Daar vindt u ook ons forum waarop u zelf tips en opmerkingen kwijt kunt. Volgende week in Het Kon Minder, schulden. Hoe kom je erin, maar vooral, hoe kom je er weer uit? Aha. Tot dan. Oh, wacht even. Wacht even hoor. Hey. Ja, wacht even. Hey. Ik weet wat jij denkt. Hey. Ik weet wat jij denkt. Dit is een veel te groot ding, dat kunnen we niet betalen. Maar ik zag hem staan in winkel en ik denk, deze moet ik hem. Wat ik er nou de hele tijd probeer te vertellen is, we zijn afgesloten van de kabel. We hadden de rekening niet betaald. Annie, jij bent niet. Ik zie alleen maar sneeuw.